Een zwangerschap duurt gemiddeld tussen de 37 en 42 weken. Maar soms wordt een baby geboren voor 37 weken zwangerschap. Dit wordt een premature baby genoemd. In Nederland wordt ongeveer 1 op de 10 baby's te vroeg geboren. Wat houdt het hebben van een premature baby in en waar kunnen deze baby's last van hebben? Iemand die maar hier alles over kan vertellen is Annemieke Kok. Zij is neonatologieverpleegkundige hier in Franciscus. Annemieke, is vroeggeboorte gevaarlijk voor een baby? Een vroeggeboorte brengt uiteraard wel wat risico's met zich mee. Hoe jonger het kindje geboren wordt, hoe groter de gezondheidsrisico's zijn. Dat is echt helemaal afhankelijk van de zwangerschapsduur waarbij de baby geboren wordt. En kun je me daar nog iets meer over vertellen? Wat je natuurlijk aan de buitenkant ziet bij een babytje die te vroeg geboren is, is dat hij veel kleiner is dan een op tijd geboren baby. Maar wat je aan de buitenkant niet kan zien, maar wat wel heel belangrijk is, is dat eigenlijk de belangrijkste ontwikkelingen nog plaats moeten vinden. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die plaatsvinden is de hersenontwikkeling. Ja, de hersenen zijn al wel helemaal aangelegd, maar het maken van verbindingen tussen de verschillende hersengebieden, ja, dat begint echt pas in het laatste stukje van de zwangerschap. Dat is een heel belangrijk onderdeel wat dan eigenlijk bij ons op de afdeling plaats gaat vinden. Daarbij heb je natuurlijk ook nog de longetjes, die vaak wat onderontwikkeld zijn, waardoor kinderen wat ondersteuning nodig hebben bij de ademhaling. Dat zijn eigenlijk wel even de grootste problemen die je ziet bij een kindje dat te vroeg geboren is op onze afdeling. Zo'n klein babytje, mag ik dat dan wel vasthouden? Vasthouden is echt ontzettend belangrijk. Het is voor ouders vaak wel heel erg spannend, want ja, tussen alle draadjes en slangetjes zit een klein babytje. Daar moeten ze vaak echt nog wel een beetje aan wennen. Het allerfijnste voor die baby is dat ouders komen om te buidelen. En met buidelen bedoelen we dat ouders in een lekkere luie stoel gaan zitten en dat die baby huid op huid bij ouders worden neergelegd. Door de warmte van de ouders en doordat de baby op de borst ligt, voelt hij de hartslag, ruikt hij ook de geur van de ouders. En binnen alles wat er bij ons op de afdeling gebeurt, is die ouder eigenlijk de enige bekende factor voor die baby. Dus het is ontzettend belangrijk dat ouders er zijn. Ja, wij kunnen heel veel met medicijnen, met slangetjes en met draadjes en met apparatuur. Maar de warmte die de ouders aan hun kind kunnen geven, die kunnen wij niet vervangen. Ik heb begrepen dat slaap heel belangrijk is voor een premature baby. Is dat ook zo? Het lijkt vaak alsof baby's heel de dag door slapen. Maar als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat daar wel een patroon in zit. En wat we weten bij hele jonge kinderen is dat een slaapcyclus ongeveer 45 tot 50 minuten duurt. Dus de baby die valt in slaap, die komt in een wat diepere slaap en gaat dan langzaamaan weer een beetje wakker worden. Wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je die slaapcyclus zo min mogelijk verstoort. Dus we proberen ook altijd ervoor te zorgen dat we de baby niet wakker maken. Dus als ouders komen of als er bezoek komt, is het echt ontzettend belangrijk om die baby niet wakker te maken. Want juist op het moment dat de baby slaapt, groeien die hersenen. En dat willen we echt zoveel mogelijk door laten gaan. Ik heb nu heel veel gehoord natuurlijk over de premature baby. En wanneer mag zo'n baby mee naar huis? Zo'n baby gaat eigenlijk pas mee naar huis op het moment dat de baby zelf daar klaar voor is en wanneer ouders daar klaar voor zijn. Dat hangt eigenlijk niet af van een speciaal gewicht. Wat belangrijk is, is dat de baby zichzelf goed op temperatuur kan houden. Dat hij al zijn voedingen op een dag binnenkrijgt. Dat wil zeggen dat hij dat of zelf drinkt of dat ouders hebben geleerd om zonder voeding te geven. En de baby mag natuurlijk niet meer aan de monitorbewaking liggen. Dus moet echt de ademhaling volledig zelf onder controle hebben. En moet daarbij laten zien dat hij ook goed kan groeien. Annemieke, dit was een heel helder verhaal. Heel erg bedankt voor deze duidelijke informatie. Graag gedaan.